Het lijkt kristalhelder wat de regels zijn deze carnaval. Geen grote evenementen, maar verder kan er veel. Veel meer dan we hadden gehoopt een maand geleden. Maar toch zijn er beren op de weg. Wat doe je als door overvolle kroegen op straat spontane feesten ontstaan? Verslaggever Jan Walen is in Eindhoven op het Stadhuisplein. Tja, dat wordt een ingewikkelde kwestie, want het zou hier wel eens heel erg druk kunnen worden in Eindhoven met carnaval. En ja, dus vragen ze zich dat ook af hoe dat nou verder moet bij de federatie Eindhovens Carnaval. Ivo Soetens is hier bij me. En ja, Ivo, hoe zien jullie dat? Het kan misschien wel heel druk worden met carnaval. Denken jullie dat inderdaad ook? Ja, dat denken wij inderdaad. Wij denken dat het heel, heel druk gaat worden. Ook omdat de geluiden zo zijn. Wij verwachten een soort van bevrijdingsfeest. Mensen, het mag weer. Ja. Dus wij verwachten dat Eindhoven heel vol gaat lopen. Ja. Ja, toch roepen burgemeesters allemaal op, ga vooral naar je eigen dorp en stad. En kom niet, ga niet naar een andere stad en mensen uit Holland, blijf vooral weg, want daar hebben we de capaciteit niet voor. Ja. Eindhoven heeft die capaciteit misschien eigenlijk ook niet nu. Klopt, klopt. De cafés in Eindhoven die zijn naar verwachting onvoldoende om alle mensen die carnaval willen vieren te ontvangen. Dat klopt, en dus willen jullie eigenlijk meer? Ja. Wat zouden jullie willen? Nou, wat wij vooral willen is dat wij de drukte weten te managen. Daar heb je dan ook een mooie Engelse term voor natuurlijk. Wij zien graag dat er een mooie carnaval wordt gevierd die veilig is. En dus, wat wil je dan? En dus zouden wij het liefste tenten zien. Of bijvoorbeeld hier op dit plein. Gereguleerd, zodat wij binnen de stad mensen kunnen verspreiden. Ja, ja, die tenten, of dat nou weer mag. Dat zijn evenementen en dat is binnen en dat is de worsteling waar jullie mee zitten. Dat is de worsteling, exact. En hebt hulp nodig van de mensen hier achter ons op het stadhuis. Die zijn daar over aan het overleggen op dit moment, ja. En het is afwachten wat dat wordt, want dat is de vraag. Hè. Mogen ze hier tenten neerzetten? Want dan wordt het wellicht weer een evenement. En dan daar zitten weer andere regels aan. En even grote evenementen, die willen de burgemeesters in Brabant niet. Dus het is ingewikkeld hier in Eindhoven. Overleg in Eindhoven. En dat speelt Brabant breed, dus ook in Breda. Hier op de Grote Markt is het normaal met carnaval één groot buitenfeest. Hier staat een podium, maar ook daar staat er eentje bij het stadhuis. Mensen sjouwen van kroeg naar kroeg en ook hier buiten gaat het helemaal los. Podia gaan er dit jaar niet komen, maar wat doe je als gemeente als er een spontaan feestje ontstaat? Iemand met een speaker bijvoorbeeld of een blaaskapel, ga je dan handhaven als gemeente? Nou, de kroegen letten in ieder geval vooral op hun eigen feestje binnen. Ja, we gaan wel zeker iemand bij de deur zetten. Ja. Dat zal nodig zijn. Aangezien alles binnen plaatsvindt, is het wel veiliger om iemand aan de deur te hebben staan die ervoor zorgt dat de niet zo vrolijke carnavalsvierders maar huiswaarts gaan. In ieder geval niet café in, zeg maar. Wat denkt u dat er buiten gaat gebeuren? Ik neem aan dat als de cafés vol zitten, dat mensen toch wel, als het goed weer is, de straat opzoeken. Ja, gaat u daar iets tegen doen als u naar buiten ziet dat er een heel groot feest voor de deur is? Nee. Dat is niet mijn pakje aan. Ik moet zorgen dat hier de sfeer is, dat er voldoende koud bier is, de gezelligheid blijft hangen en leuke muziek gedraaid wordt. Hier in Breda is vanmiddag overleg tussen de gemeente, de horeca en de carnavalstichting. Ook hier staat dit dilemma dus op de agenda. Maar wanneer er duidelijkheid komt voor Breda is nog niet bekend. Terug naar Eindhoven en Jan Walen. Of er een tent komt op het Stadhuisplein, dat is dus nog de vraag. Maar wat gebeurt er met drie urkes vooraf? Was ooit de bedoeling dat dat daar in die tent werd gevierd? Tja, maar Omroep Brabant had al bedacht dat dat misschien toch niet zou kunnen, die start van carnaval in zo'n tent. Dus het zou wellicht net als vorig jaar een digitale versie worden. Maar nu er de versoepelingen zijn, is er natuurlijk druk gekeken wat er dan wel kon. Nou, in zo'n grote tent, dat lijkt een brug te ver. Maar dus wordt het een soort tussenvorm. Het wordt digitaal, er kijken mensen van huis uit. Via grote schermen zie je mensen allemaal thuis meevieren. Maar er mogen ook een paar honderd mensen in de zaal en zo. Zal het met drie uurtjes vooraf zijn als met heel veel carnavalsactiviteiten. Het is niet helemaal zoals het vroeger was, maar het is wel veel meer dan vorig jaar.